Zijn jullie op het ogenblik op tournee? Of zijn jullie, staan jullie punt op tournee te gaan? We hebben nog niet zo heel veel gespeeld deze zomer. We hebben 2 shows gespeeld in Gent. Maar vanaf nu staan er wel heel veel shows op programma. Dus dit is eigenlijk het begin van onze tour, zou je wel kunnen zeggen. En die setlist, hoe komt die tot stand? Is dat nu even trial and error? Even kijken wat werkt, wat werkt niet? We hebben eigenlijk vooral zo wat try-outs gedaan hiervoor, om zo'n beetje te kijken welke nummers dat best werkten. En, dit is eigenlijk, we spelen onze debuutplaat bijna integraal en dan zo'n aantal nummers van op onze EP. Het is gewoon leuk om een debuutplaat onder de arm te hebben nu. Hè. En dus kunnen we eigenlijk gewoon die bijna integraal het publiek in kletsen. Dus, dat is eigenlijk waar jullie naartoe gaan. Ja. Ja, heel mooi. En jullie spelen in jullie basis is Gent. Hoe zou je de muziek zien in Gent willen omschrijven? Zijn jullie ingebed in een groter geheel aan andere bands waar jullie je toe verhouden? Wel, eigenlijk niet. Ik moet ook een beetje kaderen. Eigenlijk zijn wij een soort van symbiose tussen Gent en Antwerpen. Omdat Luna en Thomas, onze drummer, zij wonen in Antwerpen. Het gaat goed samen. En Burger en ik wonen in Gent. Ja. En om een of andere reden kunnen wij toch met elkaar vinden. Ja. Maar we repeteren wel in Gent. Dus ja, om een of andere reden zijn wij dan een Gentse band, denk ik. Was dat een antwoord op je vraag? Ja, volgens mij is dat wel een redelijk antwoord. Hoe verhouden jullie zich tot andere bands? Ik heb niet het gevoel dat wij deel uitmaken van een scene of zo. Nee? Maar jij komt wel zelf in Arquettes, heb jij gespeeld. Hè? Ja. Waar komen jullie allemaal uit voort? Wel, iedereen van ons heeft wel in vorige bands gespeeld. Of is nog altijd actief in andere bands. Maar, jullie gaan vreemd. Ja, ik niet. Ik speel zo nog wel wat voor de fun met een paar vrienden. Maar dit is wel zo, wat mij betreft, het ene hoofdproject. Ik weet niet. Ja, je zegt het enige hoofdproject. Wil dat zeggen dat jullie... Is die muziek nu wel echt waar jullie het in gaan vinden? Is dat de toekomst? Wel, we hebben allemaal jobs on the side op dit moment. Dat bedoelde ik. En dat is ook leuk, denk ik, omdat we allemaal het gevoel hebben van... het is fijn dat we dit kunnen doen, dat we mooie shows op onze kalender hebben. We voelen ons wel bevoorrecht op dat vlak. Dat is heel leuk. Jullie hebben wel het type job waar je dit ook kunt combineren, neem ik aan. Dus je zit allemaal een beetje in de creatieve industrie, mag ik dat zo zeggen? Ja, hè? Ik zit in het onderzoek. Ik werk aan de universiteit. Okay. Dus in die zin is het wel flexibel, dat zeker. Bikki noemen we hem, werkt in het onderwijs. En Thomas heeft ook altijd in het onderwijs gewerkt. Hij heeft nu ook een andere job halftijd. Hij is ook zelfstandige. Dus onderwijs, verscheiden. Ja. Nee, maar eigenlijk heel verscheiden profielen. Ja. En het is eigenlijk wel de bedoeling om, als dit nu goed aanslaat, om dus echt ook door te gaan met alleen de muziek. Is dat wel de bedoeling? Als dat kan, zou dat mooi zijn. Ja, ik denk dat we er allemaal heel realistisch in zijn. Dat zo'n dingen gaan meestal in golven. Hè. Dus ik heb het gevoel, het is, zoals ik net zei, we hebben het geluk dat we mooie shows kunnen spelen die eraan komen. Onze plaat komt uit op Pias, een label waar we allemaal zelf platen van in de kast hebben. Daar zijn we heel blij mee. En we beseffen heel goed dat we op dit moment echt niet mogen klagen. Nee. Er zijn mooie vooruitzichten. Maar ik denk wel dat alles gaat in golven in die zin van dat dit is nu iets dat we even op focussen. Er gaat vermoedelijk weer een moment komen dat we terug in het repetitiekot duiken en dat we een jaar niet gaan spelen. Maar het gaat echt een album worden wat in deze maand uitkomt, in september. Ja. Mm. Dus jullie geloven niet in losse nummers opnemen, maar echt wel in een album, een albumconcept. Toch wel hoor, want we hebben eigenlijk, voordat we de plaat opnamen, hebben we eigenlijk 3 nummers gewoon zelf online gezet. En dat kreeg wel hier en daar al wat airplay, dat was wel leuk. Dan hebben we gewoon door de pandemie deels eigenlijk een full album opgenomen. Een video, hè? Ja, gewoon volledige plaat opgenomen, doorgestuurd naar labels. En, ik geloof in alle twee. Ik geloof dat losse nummers ook, zeker in het huidige klimaat, heel goed werken. Maar als een doorgaand proces eigenlijk, als voortdurend muziek blijven maken. Ja, sowieso, maar dat is sowieso iets dat ik schrijf altijd wel iets, maar er gaat soms een heel lange periode over vooraleer het de luisteraar bereikt natuurlijk. Hè. Muzikaal grijpen jullie, wordt wel eens gezegd, ook terug heel erg op de jaren 90. Hè. Mm-hmm. Er zit ook een beetje een bijna een soort
zorgeloze klank in die muziek. Herken je daarin, in die typering jaren 90, als een soort plek of tijd waarna jullie terug verwijzen? Ja, sowieso, maar dat is niet... Allee, wat mij betreft is dat niet iets dat ik op voorhand... Dat was geen strategie op voorhand of zo. Dat is gewoon wat er uitkomt bij mij. Ik ben opgegroeid toen. Ja. Ik heb de belangrijkste invloeden heb ik toen opgeslorpt. En dus als ik nu iets schrijf, is het bijna altijd 90s. Ja. Tenzij dat ik echt probeer om iets extreem anders te doen. Ik heb dat ooit gedaan, maar dat klonk heel onnatuurlijk voor mij. Dus alles wat ik schrijf klinkt om een of andere reden 90s. Jij schrijft het, maar wat brengen de anderen in? Wat breng jij bijvoorbeeld in? Koen heeft meestal de ideeën. Hij komt daarmee naar de repetitieruimte. En dan werken we het meestal wel samen af. Maar de basis komt altijd van Koen. En ja, tijdens het repeteren groeit het dan naar de nummers zoals ze zijn opgenomen meestal. Dat is iets wat ik heel leuk vind. Omdat ik had vroeger de neiging om nummers echt 100% af te werken. Ik ben er een beetje mee gestopt toen ik merkte dat het soms leuk was om iets dat nog niet volledig klaar was in de groep te gooien. En dat blijken nu, als ik de plaat beluister, de leukste nummers te zijn. Ja. Waarbij er eigenlijk outro's ontstaan zijn die ik niet op voorhand had bepaald. Dat gewoon door samen te spelen ontstaan zijn. En dat is iets dat ik wel heb geleerd om niet alle pistes al op voorhand te bepalen en nog vrijheid te laten voor mensen die meespelen. En iets weg te gooien waarschijnlijk. Ja, sowieso. Want alles wat je houdt kan later nog een keer weer de opzet zijn voor een nieuw nummer. Ja, maar ik heb wel al gemerkt dat soms de dingen die het leukst uitdraaien zijn meestal de dingen die het snelst tot stand komen. Is dat zo, ja? Ja. Dus als ik te lang zit te prutsen of te sleutelen aan iets, dan is het meestal omdat het misschien gewoon niet goed genoeg is. Dus het moet snel ontstaan. Ja, de nummers waarvan wij denk ik unaniem vinden dat ze de leukste nummers zijn om live te spelen bijvoorbeeld, zijn letterlijk nummers die van in het begin, van bij de eerste repetitie, werkten. Ja. Als we er heel lang aan moeten sleutelen, kan het ook lukken, maar het is minder natuurlijk. Het voelt fris, ja, fruitig en jong. Zeker. Dankjewel. Graag gedaan.